Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich eenzaam. Ze missen de verbintenis met andere mensen. Daarom organiseert Resto van Harte een gezellig diner hier in het Simic Theater in de week tegen de eenzaamheid. Waarom ben je op deze avond afgekomen? Nou, vooral omdat het mij gezellig leek en ik woon alleen op een flatje, dus dan ik weet wat het is om alleen te zijn en eenzaamheid te voelen. En daarom ben ik gekomen. En wat ervaar je dan precies als je je eenzaam voelt? Dan weet je niet zo goed wat je wil doen. Je bent niet echt eenzaam omdat je wel eigenlijk alles zelf kan. Maar alleen in een flat wonen is toch wel pittig als je net BZW wonen hebt gedaan. En daarna ga je op jezelf wonen. Dan is dat best pittig. Waarom een diner in de week tegen eenzaamheid? Nou ja, een diner speciaal in de week tegen eenzaamheid is niet nodig, maar het thema eenzaamheid is gewoon een groot thema. Eigenlijk in de hele Nederlandse samenleving. En ik voel mezelf heel dankbaar dat ik met de Resto van Harte, ook hier in Utrecht, maar door heel het land eigenlijk mensen van jong tot oud tegenwoordig. We zijn opgezet eigenlijk met name om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Maar vandaag de dag zijn ook jongeren eenzaam en is iedereen eigenlijk hier in Utrecht alleen al 3 keer in de week welkom. Om lekker aan te schuiven, want samen eten verbindt en is gewoon veel gezelliger dan in je eentje. Vreemde man. Dat was hij als kind al. Was het een hele vreemde jongen. Klein jongetje. Klein, beetje dik. Iedereen moest lachen als ze hem zagen. Want hij was zo gezellig dik. U kunt prachtig vertellen. Kunt u mij vertellen wat de kern van uw verhaal was? Mijn kern van het verhaal is dat ik er onlangs achter kwam dat ik eigenlijk een jeugd heb waar ik helemaal niet gelukkig ben geweest. En dat heeft me doen besluiten om die ervaring, dat inzicht wat ik kreeg, om dat te delen met mensen. Dus ik heb er een voorstelling van gemaakt en ik heb geprobeerd die verhalen uit mijn jeugd te halen die zo kenmerkend waren voor de eenzaamheid. Wat betekent eenzaamheid eigenlijk, denk je? Ik denk dat betekent dat je dan alleen bent en dat je dan niemand bij je hebt en dat je dan heel verdrietig voelt. Uit Lombok. Uit Lombok? Ja. Ziet er lekker uit. En wanneer voelde je het meest eenzaam als kind? Ik heb me eenzaam gevoeld toen ik op het schoolplein door klasgenoten vastgebonden werd aan de boom op school. En toen gingen ze me met sneeuwballen bekogelen. Toen heb ik me heel eenzaam gevoeld. En daarna kreeg ik van de meester straf, omdat ik het toegestaan had of dat het gebeurd was. Ik had van me af moeten bijten. Dus toen voelde ik me eenzaam, ja. Hoe is het nou om hier te wonen en zo? Waarom bent u op deze avond afgekomen? Door bepaalde mensen. Die vertelde, want zo bij haar komt er ook zo'n mevrouw en die komt nu bij mij. En die wist dat ik nergens naartoe ging. En toen zegt ze, er is daar en daar wat te doen. En ga er eens naartoe. Nou, en zodoende ben ik hier gekomen. Anders had ik dat nooit gedaan. Nee. En voelt u uzelf wel eens eenzaam? Altijd. Ja, ik ben altijd eenzaam. Ja, ja, ja. En hoe is dat zo gelopen? Ja, dat zeg ik vanaf thuis. Dat zeg ik, want mijn vader en mijn zussen waren al heel vroeg de deur uit. En ik was alleen. Dus ik heb altijd alleen voor mijn moeder gezorgd. Ik heb altijd alleen voor alles gezorgd. En dat zeg ik. En ik ben altijd, als meisje zijnde, je was de jongste. Dus dan kun je wel nagaan, alles gaat de deur uit en jij blijft over. Ja. Dus ik heb ook voor mijn moeder, veel meer voor mijn moeder als voor mijn vader gezorgd toen. En heb je hier leuke contacten opgedaan? Ik ben hier niet heel vaak geweest, maar wel, ik ken hier wel mensen, maar niet iedereen natuurlijk.